We gaan een espuma maken. Daar kunnen we heel ingewikkeld over doen. Maar een espuma wordt in niks anders gemaakt dan gewoon de ouderwetse slagroomspuit. Nou, daar bevullen we de spuitrek met de vloeistof. Zullen we zien. Draaien we een gaspatroon op. Daarmee zetten we hem onder druk. Schudden we hem een keer. We zetten hem in de koelkast. En dan heb je in principe een espuma. Espuma gewoon een heel moeilijke naam voor een luchtig schuim. Nou, we gaan de pina colada maken. Iedereen kent de cocktail, onder andere met kokos, met ananas en dergelijke. Nou, ik heb hier een smoothie van Sensora Tropical Tenderness. Dus met mango en met ananas. Dus we hebben al de basissmaak. 250 gram. Precies één flesje. Daaraan voegen we toe 100 gram kokossap. Dat zijn gewoon blikjes verkrijgbaar. 100 gram kokoslikeur. 200 gram slagroom. En we zoeten hem aan met een klein beetje suikerwater. Kind kan wassen. Mengen we met elkaar. Even in een maatbeker, zodat het makkelijker schenkt. En dit kan in onze sifon. Zo. Zorgen we ervoor dat het spuitmondje goed stevig zit. Draaien we hem dicht. Ook zorgen dat hij in ieder geval goed gesloten is. En we nemen één slagroompatroon. Die draaien we erop. En dat is hij. Een paar keer schudden. Zetten we hem ongeveer 2 uur in de koeling. Ik heb er hier alleen voorbereid. 2 uur in de koelkast gestaan. Nou, gaan we hem even op een leuke manier serveren. Ik heb hier dezelfde ingrediënten. Nu nog steeds vloeibaar in een cocktailshaker met een paar ijsblokjes. Schenken we in een glas. Nemen we onze espuma erbij. Voorzichtig erbij spuiten. Een luchtig schuim. Een rietje erin. Wat een feest. Pina colada.